Hallo allemaal, ik ben Wander Boezekal, coole kikker bij HCS Company. En vandaag moeten jullie kijken naar een manier om Red Hat Enterprise Linux systemen in place te upgraden tussen major versies. Dus in plaats van dat we gaan updaten van 9.6 naar 9.7, nou die zijn nog niet uit hoor, maak je geen zorgen. Gaan we kijken naar een upgrade van RHEL 7.9 naar RHEL 8.6. Of van RHEL 8.7 naar RHEL 9.0 of 9.1. Vroeger ondersteunde Red Hat dit niet. Zei van, je mag dingen zelf met de hand proberen, eigen risico. Van RHEL 7 naar RHEL 8 en van RHEL 8 naar RHEL 9 mag je doen met een toeltje dat heet LEAP. L-E-A-P-P, dus dubbel P op het einde. Nu ga ik laten zien hoe ik van RHEL 7 naar RHEL 8 ga zo. Ik ga een stukje fast forwarden, want dan gaat een hoop downloaden en installeren. Dus we willen niet allemaal live bekijken. Maar heel goed onthouden. Dit werkt voor je super speciaaltjes. Voor de machines die iemand een keer heeft neergezet, waar geen documentatie voor is. Rare applicaties. Doe jij op een moderne manier je systeembeheer? Heb je gewoon alles als vee behandeld? Dan ga je in plaats van systemen in place upgraden, ga je gewoon een nieuw image bakken voor een nieuwe VM. Ja, met een goede software er weer op. Dan ga je gewoon met je automation, ga je nu gewoon een RHEL 9 machine bakken in plaats van een RHEL 7 machine. Installeer dezelfde software erop. Zelfde configuraties, eventueel aangepast voor het nieuwe OS. In-place upgrades zijn leuk voor dingen als je laptop. Hè? En dus ook super speciaaltjes als je geen andere optie hebt. Heb jij nou de kans om gewoon opnieuw te installeren, software er schoon op te zetten? Kan je tegelijk wat gebruik maken om op te schonen, om even mooi te kijken naar of je automation nog klopt. En dan gaan we dat niet in place doen. Die caveat gehad. Laten we naar een terminal springen. Ik heb hier een RHEL 7 systeem. Ik weet dat het RHEL 7 is, want de hostnaam is RHEL 7. Ik heb hem net schoon geïnstalleerd op RHEL 7. Maar ik kan ook kijken naar etc Red Hat Release. En dan zegt hij, ik ben Red Hat Enterprise Linux Server Release 7.9. Voor we dan kunnen gaan upgraden, moeten we eerst een extra repository enabelen, als je die nog niet hebt. Dus dat is Subscription Manager, sudo subscription min manager, repos min min enable is rel min 7 min server min extras min rpms. Min rpms. Dat is een van de standaard kanalen. Na een schone installatie hebben we standaard niet bij. En hier zit het toeltje in wat we nodig gaan hebben, namelijk het toeltje LEAP. Die moeten we gaan installeren. Ja, we moeten gaan LEAP min upgrade installeren. Nu zijn Subscription Manager nooit de snelste operaties ter wereld. Maar hij gaat er wel komen. Hij zegt dus enabled. Dan krijgen we nog een paar extra checks. En dan kan ik LEAP min upgrade gaan installeren. Dus ik kan nu gewoon zeggen sudo yum install LEAP met twee p's min upgrade. En ik ga tegelijk ook, ik heb cockpit op het systeem staan. Ik ga cockpit min LEAP er ook bij installeren. Wat cockpit min LEAP doet gaan we zo laten zien. Dan ga ik gewoon naar cockpit toe. Dan kunnen we LEAP daarin zien. Een aantal dingen moet je nog steeds op de command line doen. Maar een aantal dingen kunnen we ook gewoon lekker gewoon live bekijken in cockpit. Nou, ziet, hij moet een paar dingen installeren. Hij installeert DNF alvast voor me op RHEL 7, ook waar Yum nog de standaard was. Hij heeft wat geïnstalleerd. Nou, nu is hij er. Als ik nou hier naar cockpit vlieg en ik log hierin, Wander met als wachtwoord Red Hat, al mijn demosystemen, en ik zeg log in, dan heb ik hier upgrade report. En hij zegt van, we hebben nog geen upgrade report. Je moet LEAP nog draaien om een upgrade report te krijgen. Je kan niet je upgrade vanuit cockpit doen. Maar we moeten een pre-upgrade report draaien. Dat LEAP gaat kijken van, kunnen we gaan upgraden? En dat kunnen we dan hier bekijken. In plaats van dat we de tekst of de JSON moeten gaan bekijken met de hand. Dus nu kan ik zeggen, LEAP. En dan zeg ik, pre-upgrade. Pre-upgrade is hier een belangrijke. Moet je root voor zijn? Oké, zorgen dat we root zijn. Sudo LEAP pre-upgrade. En die gaan nu een hoop checks uitvoeren op mijn systeem. En welke checks dat zijn, kan verschillen of je van RHEL 7 naar RHEL 8 of van RHEL 8 naar RHEL 9 gaat. Dus dan gaat hij van RHEL 8 naar RHEL 9, gaat hij zeggen van, je logt misschien in als root over SSH. Dat willen we niet hebben, want dat staat door RHEL 9 standaard uit. Of je VDO-volumes moeten naar LVM-volumes worden omgezet.
Hij gaat ook kijken of je extra repo's hebt die misschien omgezet moeten worden. Of je SE-Linux configuraties hebt die hij door moet gaan zetten. Hij doet gewoon een simpele sanity check, kijken of dit kan. En afhankelijk van wat hij vindt, kunnen we misschien aanwijzingen krijgen dat we dingen op de command line moeten gaan omzetten. Of we gaan dingen krijgen van, je moet deze configuratie wijzigen. Of misschien moet ik even een ok geven van, ik weet dat dit misschien stuk kan gaan. Je kan waarschuwingen krijgen van, we konden niet precies vinden hoe je grub geïnstalleerd was. Dus na de upgrade moet je misschien grub core opnieuw zelf installeren in de bootsector van je disk als je BIOS boot gebruikt. Aantal van dat soort checks. En je ziet hier op het scherm ook voorbij komen. Name of block device van grub is located. Nu heb ik van deze machine expres een UEFI machine gemaakt om daar gewoon geen geneuzel mee te hebben. VM's kunnen tegenwoordig ook gewoon EFI's zijn en dat heeft een aantal voordelen. Maakt sommige dingen ook complexer, hè? Kies je wat jij wil. Dus laten we nu even gaan kijken wat hij hier aan het doen is. Hij is op het moment dat hij subscription manager aan het scannen. Ook belangrijk, als je meerdere netwerkkaarten in je systeem hebt zitten en je gebruikt ETH-naming, dan mag er maar eentje ETH nog wat heten. Anders moet je naar BIOS Dev nemen en alles omgaan. Nou, hij heeft nog wat meer dingen gedaan. Sommige dingen is hij makkelijk, andere dingen doet hij wat langer over. Nu zie je SE-Linux aan het scannen. Doet hij altijd wat langer over. Nou, ver systeem, ik heb geen customizations hierop zitten. Dan zagen we dingen van VS-FTPD voorbij komen. Hij gaat kijken of je iets als Postgres geïnstalleerd was van RHEL 8 naar RHEL 9 gaat. Van, hè, dus je Postgres database moet geüpgrade worden en alles. Nou, hij is wat user space dingen aan het maken nu, waar hij een minimale environment kan neerzetten tijdens de upgrade. Dan gaat kijken of we PAM-modules gebruiken die niet meer geschikt zijn. Nu gaat deze update redelijk makkelijk moeten zijn. Want ik heb dus gewoon een verse RHEL 7 installatie gedaan. Minimal systeem, staat weinig op. We willen niet dat hij heel lang bezig is straks. Dit is maar een demo-omgeving. Wat hij nu aan het doen is, is dat hij dus een paar pakketten gaat installeren in een aparte directory. Dat je root kan gebruiken tijdens de upgrade. Dat hij zeker weet dat hij met een gezond systeem die upgrade aan het uitvoeren is. Er zijn nog steeds 200 pakketten, want hè, het is wel een minimaal systeem. Het is eigenlijk gewoon een minimal install die daarin aan het zetten is. Dit is ook niet per se de snelste oplossing. Zoals ik net al zei, heb je nou gewoon automation goed in plaats, dan maak je gewoon een nieuw server image met je software erop en je gaat je VM's gewoon vervangen of uitrollen. Als je alles als vee gebruikt in plaats van als huisdieren, dan zit je niet met dat dit soort dingen nodig zijn. Maar ik weet het, je hebt je omgeving heel erg mooi gemaakt en je hebt nog steeds toch een paar van die oude machines die niemand snapt of niet aangeraakt mogen worden. En dan zullen we zoiets als dit moeten doen. Hij is nu bijna klaar met de installatie van de tijdelijke dingen. Nou, hij gaat zeggen of hij nog een yum config fix doet of een workaround. Nou, gaat hij nog wat yum dingen doen. Nog wat transactiechecks aan het uitvoeren. Hij gaat zeggen van oké, nou, hij zegt upgrade inhibited. Missing required answers in the answer file. Dus ja, ik mag een aantal dingen toch nog niet doen. Hij vindt dat mijn pre-upgrade toch nog niet goed is. Nu kan ik gewoon met de hand hier in dit reportje gaan neuzelen. En dan gaat hij hier inzetten. Moet er wel goed voor zijn, anders mag ik hem niet lezen. Ik kan er goed in gaan kijken. Ik heb hier de JSON, laten we de tekst pakken. Libreport.txt zou dat gewoon moeten. Oh ja, ja. Maar tab completion doet het natuurlijk niet. Dat is een relevant voor root. Libreport.txt. En hij zegt, ik moet een antwoord geven over PAM PKCSF module check. En hij gaat zeggen, die mag ik met de hand gewoon zeggen van, door dit te doen, confirm is true. Ik mag de answer file die hij net op mijn scherm zette, mag ik openen en mag ik daar met de hand in editen, als ik hem erbij wil zetten. En hij zegt, dat is een hoge risicofactor. Hij heeft nog een hoge risicofactor van dat hij een paar pakketten niet zal upgraden. Maar andere difference factors. Maar dat zijn wel risicofactors die niet mijn upgrade gaan tegenhouden, dus daar niet inhibited achter. Paar mediums, dat ik een default configuratie gebruik. Postfix wat dingen zitten. Het SE-Linux tijdelijk naar permissive mode gaat tijdens de upgrade. Die zul je altijd zien. Maar pas als ik op deze manier probeer te lezen, kan ik ook terug gaan naar cockpit. En dan ga ik hier weer naar mijn upgrade report. Die heb ik gedraaid. Moet ik even de pagina verversen. En dan krijgen we hier dit report gewoon prachtig in HTML voor ons. En dan kan ik hier bijvoorbeeld ook op inhibitor klikken.
dan zegt hij van, oké, je moet dit commando draaien. Dat is mijn remediation hint. Kan ik gewoon hier vandaan gaan kopiëren. Net zoals ik aan de tekstbestanden kon kopiëren. Maar ik mag ook zeggen run remediation. Apply. Ok. En nu heeft hij die remediation voor me gedaan. Python versions heeft ook een hint erover. Er is geen Python command. Python 3 is primary Python. Bladibladibla. Die wijst naar de documentatie. En die zegt na je upgrade kan je zeggen alternative set Python. Dat die naar Python 3 wijst dat er gewoon weer een Python commando gaat zijn. Oké, dat weet ik. Dus die kan ik vastzetten in mijn automation op mijn plan voor na de upgrade. Bijvoorbeeld subscription manager releases going to be set after the upgrade. Nou, remediation hint, die zegt wat we kunnen gaan doen. Gewoon alles wat in de tekstverstand vonden, maar ik kan er nu gewoon op klikken. Ik kan dingen aan een plan toevoegen, plan in één keer laten uitvoeren, maar we hebben niet heel veel gevonden op deze machine. Dus ik heb mijn inhibitor, heb ik net de remediation voor gedaan. Ik heb het commando gedraaid. Hij zegt, nou, het duurde 0 seconden om te draaien. Dat staat hier nu ook onder. Dus ik kan nu terug gaan naar mijn terminal. En dan kan ik zeggen, in plaats van pre-upgrade, kan ik gewoon zeggen, upgrade. Die gaat nog een keer door die hele pre-upgrade heen. En daarna gaat hij een init RAM-manifest bouwen. Gaat mijn bootconfiguratie aanpassen. Als ik mijn systeem reboot, dat we een upgrade gaan doen. Heeft hij die upgrade gedaan, reboot hij mijn systeem nog een keer, zou het RHEL 8 moeten gaan zijn. Dus hij gaat nu al die scans gaat hij nu nog een keertje uitvoeren. Daar gaan we jullie niet mee vervelen, dus we gaan even fast forwarden tot we wat moois kunnen gaan doen. Dus dan zien jullie me straks terug. Tot zo. Alhoewel tot zo, voor jullie gaat het 2 seconden zijn. Dus je ziet me opnieuw terug als hij klaar is met het uitvoeren van de pre-upgrade weer. Nou, daar zijn we weer. Als we kijken naar mijn scherm, dan zien we een rapport geeft nu groen in plaats van rood, want we hadden die ene inhibitor die tegenkwam, hebben we opgelost. En hij zegt nu van oké, we hebben het report, hebben we naar Leap Upgrade Log geschreven. Je report staat nog steeds in report. Nou, dus als ik nu ga kijken en ik ga naar mijn hier ververste pagina, heeft hij een nieuw reportje geschreven, geen inhibitor is er meer bij. Nou, dus dat is allemaal goed. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is mijn machine rebooten. En dan gaat hij als het goed is op een magische manier upgraden. Dus dat zullen we gaan zien. Ik geef hier het rebootcommando. Die RHEL 7 machine gaat nu rebooten. Laat ik een sudo reboot geven, dat scheelt. Nou, mijn RHEL 7 machine, ik zat er naartoe, staat nu gesloten. Daar zijn we weer. Zoals jullie zien, systeem is gereboot. Ik heb even gewacht tot de reboot klaar was. Ja, wel zo lief natuurlijk. Nu zit ik weer hier op mijn normale RHEL 9 machine. Ik ga weer SSH naar mijn RHEL 7 machine. Daar kom ik bijna. Hostnaam is nog steeds RHEL 7. Maar kijk ik nu in etc Red Hat Release en ik blijf maar resolve.conf typen. Dan zegt hij nu dat ik op 8.6 zit. Ja. Krijg ik met Subscription Manager, en even nadenken, dat was Subscription Manager Release was het commando. Ga kijken. Denk Subscription Manager RN ook dat ik op release 8.6 zit, dus hè, dat gaat ook goed. En nu zou ik gewoon een sudo DNF update moeten kunnen doen om mijn systeem verder bij te brengen. Want naar waar we naartoe gegaan zijn, wil je misschien nu naar 8.7 gaan brengen. Want we hadden maar 8.6 gedaan. Alleen Leap heeft een paar patronen. Nou, 8.6, meest recente upgrades, dus goed. Ja. Er zijn nog een paar andere kleine taakjes die je kan doen als je dingen had van die je na installaties moet doen die uit je rapporten gekomen waren, bijvoorbeeld. Ik kan reconnecten naar mijn ding. Ja, ik weet het, onveilige SSL. Even opnieuw inloggen, want ook Cockpit heeft nu de nieuwe interface van Cockpit. En daar heb ik als het goed is hier ook mijn upgrade report bij staan. Nou, limited access, ik moet even zeggen dat ik goed wil worden. Dan gaan we terug naar upgrade report. Hij heeft zijn upgrade reportjes al weggehaald van we hoeven niet nog een keertje Leap te doen. Let wel op als je deze ook weer naar RHEL 9 wilt gaan brengen straks met Leap. Dan moet je even wat dingen doen met oude dingen van Leap weghalen. Er zijn nog wat post-upgrade taken die je moet doen. Van kijken of je niet toevallig nog toch geïnstalleerde RHEL 7 pakketten hebt en alles. Documentatie van Red Hat heeft al die stapjes er precies in staan. Maar in principe, ik kan nog even kijken met uname in R of ik op een nu op een 4.18 kernel zit, wat ik met RHEL 8 zou moeten hebben. Ik zit op een 4.18 kernel, zit op een EL8 release.
Dus mijn upgrade is helemaal goed gegaan. Nou, daar word ik natuurlijk hartstikke blij van zelf. Want ik heb nu gewoon een prachtig RHEL 8 systeem waar ik een RHEL 7 systeem had. Dus even samengevat, wat hebben we nou gedaan? Ik heb gezorgd dat mijn machine de RHEL 7 server extra's RPM's repository had. Want daar zit het Leap upgrade pakket in met zijn dependencies. Daar zit ook cockpit-min-leap in als je cockpit wil gebruiken. Ik heb eerst gezorgd dat mijn systeem gewoon up-to-date was met zijn huidige release. Toen heb ik Leap pre-upgrade gedraaid, kon ik het rapportje bekijken, dingen fixen. Heb ik Leap upgrade gedraaid. Leap upgrade heeft al die pre-upgrade dingen gewoon nog een keer gedaan om te kijken of het nu wel in orde was. En daarna heb ik mijn systeem gereboot. Heb ik even op de console kunnen kijken. Hij heeft een eigen initramanifest. Die doet een paar checkjes. Die gaat de complete RPM-transactie uitvoeren. Daarna reboot hij. Je krijgt een SE Linux relabel. Hij reboot nog een keer. En ik zit op een RHEL 8 systeem. Nu heeft dat alles bij elkaar op dit RHEL 7 systeem. Met downloaden, pre-upgrades uitvoeren, reboots. Heeft dat 10 tot 15 minuten geduurd. Dat is niet wereldschokkend. Een productiesysteem waar meer geïnstalleerd staat of waar langzamere schijven in zitten. En al helemaal als het bare metal is en je moet door je BIOS en je postchecks heen, kan langer duren. Het hangt helemaal van wat je op je systeem hebt, maar gaat toch wel van minimaal een kwartier per server uit als je dit gaat doen. Maar ik zal herhalen, heb je gewoon de kans om gewoon een nieuwe VM te maken op een nieuwe RHEL versie, nieuwe major versie en je software opnieuw te installeren met configuratiemanagement, doe dat alsjeblieft. In-place upgrades, Red Hat ondersteunt het tegenwoordig sinds van RHEL 7 naar RHEL 8. Het is nog steeds het mooiste om gewoon verse machines te doen en al je servers en VM's gewoon te beheren alsof het vee is en niet als huisdiertjes die speciale behandelingen nodig hebben. Heb je nou toch zo'n systeem wat echt niet kan op zo'n manier? Dan kan je Leap gaan gebruiken. Dus dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze interessant vonden, dat je ervan geleerd hebt. Vond je het leuk? Klik op het like-knopje. Wil je er meer van? Klik op het subscribe-knopje. Heb je ervaringen met Leap die je graag met ons wilt delen? Goeie, slechte, wist je nog niet? Laat even achter in de comments. Kunnen we er allemaal wat van leren? Dan ga ik jullie een prettig weekend wensen. Tot de volgende week. Hou HCS Company. Ook vooral je in-place upgrades. Tot ziens!